Goedemorgen, daar ben ik, de recreant. Vandaag ga ik een lange loop doen. Tenminste, dat had ik in mijn hoofd. Op mijn nieuwe patas van Hoka One One, de Challenger ATR 6, de all-terrain schoenen van Hoka en dan de nieuwe versie 6. Nu eerst even aan het inlopen, lekker rustig tempo, een beetje warm worden, straks een beetje rekken en strekken en dan gaan we echt beginnen met mijn lange ronde. Ik heb mijn camera weer mee, dus ik hoop weer wat leuke plaatjes voor onderweg te schieten en die dan weer met jullie te kunnen delen. Op voor de meesten een welbekend YouTube kanaal, Frans de Graaf, of zoek op de recreant en dan zul je ook mijn filmpjes vinden. Maar nu eerst even lekker inlopen. Mijn nieuwe patas. Wat zijn ze nog mooi schoon. Nog wel. Ik ben inmiddels begonnen met mijn loopje en gaat heerlijk op mijn nieuwe patas. Morgen! Het is ik denk nog om en nabij het vriespunt. Er zit nog wat rijp op de landerijen. Maar zodra het zonnetje er echt door komt, zal dat ook verdwijnen. En dan graad of 3-4, denk ik. Het is wel een lekkere temperatuur om even een lange duurloop in te volbrengen. Ik loop hier wel op mijn all-terrain schoenen, maar op een ijzige ondergrond, dan heeft de ATR ook weinig grip, kan ik je vertellen. Dit is een straatje dat is voor mij nog niet helemaal gestrooid, dus een beetje oppassen waar ik mijn voeten neerzet.
Nou, nu lopen we het voor mij wel bekende Oranje Woud in. En ik voel me nog steeds goed. Dus we gaan gewoon proberen ook de 10 kilometer bostraining erachteraan te gooien. En dan huiswaarts. En dan heb ik zeker, zeker een mooi rondje gemaakt. 1 keer hier in het bos aangekomen, tref ik dus ook mijn hardloopgroepje. Die vanuit de atletiekvereniging hier in het bos, corona-proof, nog wat trainingen doet. Losmaakoefeningen, loopschooloefeningen. En dan gaan ze zometeen ook beginnen met hun duurloop door het Oranje Woud. Maar ja, ik ben al helemaal warm. Dus om nu stil te gaan staan en wat loopschooloefeningen nog te doen, dat is niet echt bevorderlijk voor mijn spieren. Aangezien ik deze ronde wil afmaken en nog weer naar huis toe moet. Dus ik loop hier gewoon even een rondje en dan pik ik je zometeen wel weer op. Nou, we lopen nu de 21 kilometer binnen en nou begint het voor mij weer, ja, een beetje uitdagend te worden. 20 kilometer loop ik nu met gemak, maar ja, ik loop nog in Oranje Woud en we moeten nog naar huis. We lopen nu nog even het rondje door de Overtuin. Dat is waar wij trainen met de atletiekvereniging. Als het mooier weer, dan gaan we hierheen. En als het donker begint te worden, gaan we terug naar de baan die geheel verlicht is. Maar voor nu, even door de Overtuin. En zo lopen we Oranje Woud weer uit. 10 kilometer, maar bijna 11 kilometer het bos. En mijn clubmaatjes, fijn weekend gewenst. En we door. We zitten al bijna 28 kilometer. En als ik doorloop, heb ik nog 15 te gaan. Ik denk dat mijn gezicht boekdelen spreekt. En als dit de laatste loodjes zijn, ja, dan wegen die het zwaarst.
Als het goed is nog een kilometer of 5. Dus ik hoop dat ik het vol houd. Nou mensen, dit was hem. Ik ben nu een beetje aan het uitlopen. En ik kom weer op mijn nulpunt aan. Ik zou een jokkerbrok zijn als ik zou zeggen, de laatste 10 kilometer gingen heerlijk. Want dat gingen ze niet, het was echt zwaar. Maar ik heb gedaan wat ik in mijn hoofd had. En dat is een marathon lopen. Dus dat heb ik gewoon gedaan. Op mijn nieuwe stappas. Op mijn nieuwe stappas. En ook die hebben zich super gehouden. Deze schoenen had ik al eerder, alleen dan type 5. Dit is al een type 6. En ja, dat zit gewoon gegoten. Dat is gewoon super, super, super lekker. Dus ik heb ook niet eerst een klein stukje ingelopen. Ik heb ze in huis aangehad. Ja, geweldig. En nu heb ik gewoon een marathon erop gelopen. Hartstikke. Maar voor nu zeg ik tot de volgende keer. En op een nieuw avontuur met mij, Frans de Recreant. Tot ziens mensen.